Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de Opklabeekse Noord-Zuidraad werd in het cultureel centrum Den Echter een wereldfeest georganiseerd met tentoonstellingen, een geefplein, lezingen, optredens en nog veel meer. De leerlingen van het vijfde leerjaar hadden met veel enthousiasme van afvalmateriaal mooie kerststallen gemaakt. In de luchthaven van Port-au-Prince werden we muzikaal verwelkomd. Het belangrijkste doel van de twee reizen was het plaatsen van zonnepanelen. De zonnepanelen werden vervolgens aangesloten. Dit zijn de kleuters met een geruit uniform. Rode zakjes, rode lintjes, echte schatjes. Je komt als een heel ander mens terug, als je thuis. Ja. Ik ben de eerste keer alleen geweest met 18 en 0 en mijn gezin thuisgelaten. Toen ben ik in januari alleen geweest. Ik wil even toelichten wat dit voorwerp verdient. Het is op zich een antiek voorwerp, maar het komt uit de periode dat, en dat is nu nog altijd actueel in bepaalde regio's, iemand van een hogere kaste, denk maar aan de Brahmanen, geen rechtstreeks contact wil met de lagere kaste, de Dalits. En daarvoor gebruiken ze een dergelijke attribuut, waarbij dan een Dalit hier het voorwerp neemt fruit of iets oplegt, en dat dan naar de andere kant wordt gebracht om het hier op te nemen, zodanig dat ze absoluut elkaar, ze noemen dat, niet besmetten. Oh, en dan denkt deze gaat naar Turkije. De VZW Os Josma, Oxfam Wereldwinkel, Amnesty International, Broederlijk Delen, de Missie Vriendenkring, 11111, Kebene en Rushika konden hun projecten en hun werking in de ontwikkelingslanden aan het talrijk opgekomen publiek kenbaar maken. Ja.
Heel goed, het is in orde. Dank u. Alles oké? Goed zit voor iedereen hier. Had je het waar? Thank you.